Pikachu, what up? Je denkt natuurlijk, hey, wat ben je nou aan het doen? Ja, het komt. Ik heb weer een mystery beer van Beeromaniac. En nou ja, als eerbetoon aan hen krijgen we dan Pikachu, what up? Ik vind trouwens op zich ook wel zo'n grappig begin. Dus ja, leuk om gewoon een keertje ook te mogen doen. Ik heb dus weer een mystery beer uit die enorme mooie doos van Beeromaniac. En nou ja, weet je, ik kan er een heel verhaal van maken, maar ik kan dus niet zien wat het is. En eigenlijk is het gewoon een hele gein. Kun je erachter komen wat het is? Nou, we gaan nog gewoon even openmaken. Redelijk wat koolzuur, als ik een beetje zo dat sis geluid hoorde. Maar eens even kijken. Het is in ieder geval een blond bier. En inderdaad wel redelijk enthousiast met schuimen. Wow. Oké, okay, maar wel een mooie schuimkraag. Wow, tof. In ieder geval een mooie heldere kleur. Een beetje, ja, hij is in ieder geval helemaal helder. Hij is niet iets van hazy of zo. Geel. Ja, een beetje lichtgeel. Een flinke, ferme schuimkraag. Wit, fijne belletjes. Ja, dit kan nog echt van alles zijn. Fruitigheid. Een beetje fruitig als een blond. Dus een beetje een soort blond bier. Ik vind het wel een beetje, ik heb wel een beetje een associatie met een Belgisch blond of zo. Ja, je ruikt echt wel een beetje die net abrikoosachtige fruitigheid. Maar er zit ook nog een andere geur in. Ik zou zeggen op geur een Belgisch blond, maar er zit iets bij, iets, een soort zoetigheid of zo, een andere zoetigheid wat niet fruitig is of zo, weet je, of nee, er zit nog een andere geur in. Dus blond, Belgisch blond met iets. Dat is een beetje goed te proeven. Dan kunnen we waarschijnlijk nog wel wat meer ontdekken. Dit is een Belgisch blond. Dat kan bijna niet anders. En ja, maar dus er zit. Ik denk trouwens gewoon weten welk bier het is. Cool. Ik ga het gewoon zeggen. Volgens mij is dit de cornet. En dan niet de gewone cornet, maar die smoked versie. Want in geur rook ik al een beetje. En nu weet ik het ook gewoon. Wat ik ruik is dat vanilleachtige. Een cornet is een zwaar blond. Waar ze eikenhouten snippers in neerleggen. Dat je een beetje zo'n eikenlaag erin krijgt. Dat is een beetje vanilleachtig. En daardoor krijg je, vind ik persoonlijk, best wel een mooi gelaagd bier. En dan hebben ze nu een versie op de markt gebracht. En dan hebben ze die eikensnippers, die hebben ze gerookt. Waardoor je een licht rookachtig aroma krijgt. En ik rook dat vanille en dat rokerige, dat ruik je niet zo heel erg goed. Maar als je het proeft. Je proeft meteen die Belgische blond. Behoorlijk veel koolzuur. Dat is wat die cornet ook heeft. Dan dat eikenhouten. Een beetje dat, dus dat, dat vanilleachtige. En er zit een beetje dat smoked in. Dat gerookte, dat, ja, weet je, dat kun je eigenlijk niet missen. In deze ook niet. Het zit er heel subtiel in, vind ik zelf. En ik vind hem zelf vind ik hem echt heel lekker. Maar onmiskenbaar die smaak. En dan moet ik ook wel zeggen dat ik hem denk ik een week of 2, 3 geleden gedronken heb. Dus dat helpt natuurlijk ook wel een klein beetje. Maar ja, ik kan er nog een heel verhaal van maken. Maar hou je van een Belgisch blond? Hou je van dat eikenachtige, weet je, dat je net even een beetje een extra diepere laag hebt, dan moet je sowieso gewoon lekker de cornet een keertje pakken. Staat gewoon echt in elke supermarkt, de slijter, weet ik veel wat. De smoked versie, want het is ook, je hebt de op het cornet staat cornet
Oaked. En dan hebben ze de woordspeling van oaked en smoked, dus op die manier gespeld. Zo staat hij ook onder op het etiket. Als het goed is, gaan we het straks ook zien. Ja, dat kleine beetje rokerigheid geeft nog iets heel tofs. Daar moet je wel van houden, maar zeker als je de gewone cornet tof vindt, moet je deze ook doen. Dus ik weet eigenlijk gewoon zeker dat dit de cornet smoked is. En als er nou een ander bier in zit, dan ben ik echt vette Sjaak. Dan is het echt helemaal super grappig. Maar goed, ik ga er gewoon even vanuit. Dit is de cornet smoked. Dat kan niet anders. Echt waar, als het iets anders is... Dan ga ik wel zo verschrikkelijk de bietenbrug op. Nee, ja, het klopt. Ja, het klopt. Kijk. Super tof. Kijk. Cornet, wat ik zei. Ook staat er al top. En hier hebben ze dan eronder nog gezet. Ik weet niet of het te zien op het filmpje. Smoked. Net eventjes in de andere spelling. Een fantastisch mooi Belgisch blond bier. Deze is ook 8,5%. Super tof. Beer Maniac, super vet. Ik vind hem echt heel lekker. En ik vind het zelf heel cool dat ik hem uiteindelijk herkende. Oké, ik had hem natuurlijk redelijk recent gedronken. En oké, dan is hij niet heel erg moeilijk. Maar toch, dik punt voor mij. En ik zeg eerlijk gezegd ook gewoon bam, een bonuspunt. In ieder geval, Beer Maniac, nogmaals bedankt voor het mooie bier. En jullie weer bedankt voor het kijken. Geef even een like of even een reactie hieronder. Zou ik heel tof vinden. En dan zie je mij de volgende keer weer. Ik zou zeggen, hey, de mazzel.